Het is woensdag 6 maart. Het is 6 uur geweest. Tijd voor Sleutelstad Gezond. Ik ben Gerry van Bakel. En ik ben Greet Meesters. Leuk dat jullie naar ons kijken. Welkom bij Sleutelstad Gezond, het maandelijks programma over gezonde leefstijl via Ziggo kanaal 40, KPN 1412 en Odido kanaal 820. Natuurlijk via de Sleutelstad app en de website sleutelstad.nl, Sleutelstad TV. Ja, en het onderwerp van vandaag is wandelen. Ja, ik zou zeggen de paden op de lanen in. Dat kan een klein rondje zijn. Maar sommige mensen die pakken het heel anders aan, Greet. Jij hebt vorig jaar meegedaan aan de Vierdaagse in Nijmegen. En je gaat terug dit jaar. Ja, het is gelukt om ons in te schrijven. Dat is fantastisch. Ja. En onze gasten van vanavond zijn Christine Robben, een wandelaarster in binnen- en buitenland. En Robin Kolen, die samen met haar zus de Nijmeegse Vierdaagse loopt. Volgens mij al heel vaak, toch? Klopt. Dit jaar wordt het 9e jaar inofficieel of onofficieel. En het 7e jaar op papier. Want ik heb coronajaren ook gewoon doorgelopen. Dus, een tijdje, denk ik. Nou, dan moet je nog even, Greet. Ja, ik heb nog even te gaan. Maar goed voorbeeld doet goed volgen, hè? Ja, kun je iets vertellen, Robin, over jezelf? We hebben twee Leidse wandelaars in ons midden. Kun je kort iets over jezelf vertellen? Ik ben Robin, 32 jaar, woon in Leiden. Ik werk niet in Leiden, wel in Voorburg, ligt om de hoek. Ooit gestart met de Vierdaagse in 2016. Is eigenlijk met de paplepel ingegoten. Ik zat toen ik letterlijk 2 weken oud zat al langs de kant. Want mijn oma die woonde in Mook langs de route. Dus daar is beeldmateriaal van dat ik daar als babytje bij mijn moeder op schoot zit. Om de wandelaars aan te moedigen. En zo groei je een beetje mee met de Vierdaagse. En heb ik langs de kant gestaan met mijn nichtjes en neefjes om kommertjes uit te delen, dropjes uit te delen, stickers te verzamelen. En toen mijn zusje ouder werd, want mijn zusje is 4,5 jaar jonger, zeiden wij tegen elkaar, ooit gaan wij dit ook een keer lopen. En mijn oom liep toen de Vierdaagse, dat is ergens rond 2014, 2015 geweest. En die zei, joh Robin, dit roep jij nu al zo lang. Moet je niet een keer even komen uitproberen? Dus toen ben ik zwaar illegaal, heb ik een dagje meegelopen. En toen heb ik daarna meteen opgebeld en gezegd van, joh, dit gaan we niet een keer doen. Dit gaan we volgend jaar doen. Nou, dat is wel dat is een mooi verhaal. Kun je daar nog overheen, Christine? Misschien kun jij jezelf ook even voorstellen. Voor mensen denken, wie is dat die daarnaast Robin Kolen zit? Ja, mijn naam is Christine Robben. En ik woon in Leiden, maar ben van origine Nijmeegse. Dus ook bij mij is de Vierdaagse met de paplepel ingegoten. Echter, mijn eerste keer was vorig jaar. Want ik heb veel langs de kant gestaan en iedere keer gedacht op Via Gladiola. Oh mijn hemel, deze strompelende mensen. Moet ik dit wel ooit willen? Maar het bleef wel in mijn achterhoofd hangen. En ik ben denk ik halverwege mijn 20er jaren gaan wandelen. Eigenlijk startend in het buitenland met leuke wandelvakanties. En steeds vaker dat gaan doen. Ik loop al een jaar of 15 ieder jaar een stuk van de Camino naar Santiago de Compostela. En vorig jaar, ik denk dat het vorig jaar was, dachten we, nu is het tijd voor de Vierdaagse. En inderdaad, het is gelukt om ons in te schrijven, want dat is nog niet zo makkelijk. En eenmaal gedaan, smaakt naar meer, dus we gaan dit jaar weer. We gaan dit jaar weer. Ja, de Vierdaagse is van ergens in juli, Greet. Waar heb jij de datum zometeen voor je? Zometeen. Ik heb hem nu nog niet even paraat. Maar wat leuk is ook nog om te vertellen dat wij niet zomaar nu deze dat jullie onze gasten niet zomaar in deze uitzending zijn. Want dat deze Leidse Vierdaagse wandelaars hebben elkaar ontmoet in Nijmegen op de Vierdaagse. Misschien, Robin, hoe ging dat ook weer, onze ontmoeting? Nou ja, dat is zoals bij de scoutingposten. En wij zitten daar eigenlijk al jaren met onze pauze. En ik heb eigenlijk vanaf het begin een Leids vlaggetje aan mijn tas. Gewoon zodat je als Leidenaars onder elkaar gewoon elkaar een beetje tegenkomt. Gezellig, een liedje opzet, even een praatje maakt. En we waren daar pauze aan het houden. En jullie zeiden, joh, vet, die Leidse vlaggetjes. Wij komen ook uit Leiden. Nou, een beetje praatje gemaakt, gezellig. En wij dachten, nou, misschien zien we elkaar nog, misschien niet. Dus zeiden we, nou, misschien
tot ooit. En toevallig, elke dag kwamen we elkaar weer tegen bij de pauze. Dus op een gegeven moment was het ook niet meer hoi, maar was het Leiden. kwamen we zo aangelopen. En op de laatste dag hebben we nog arm in arm gestaan met La 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 Leiden. Met allemaal onze Leidse vlaggetjes. Want jullie support langs de kant. Familie, vrienden hadden inmiddels bij La Bruyère ook een Leids vlaggetje gescoord. Ja. Dus dat was wel heel tof. Heel leuk. Ja. En er gaan geruchten dat er dan ook bepaalde muziek werd gedraaid. Zeker. We zijn... Heb je er alweer zin in? Zeker. Heel veel zin in. Jij ook, Christine? Of denk je nou, dat hoeft dan niet? Nee, geweldig. Ja. Ja, want ik had jullie eerder gehoord dan gezien met dit liedje. Want dat klinkt uit jullie boomboxje die jullie mee hebben. Dus ik had jullie al lang gehoord. Oh, is dat zo? Ja, op de dijk. Niet. Echt dat eerste... had ik nog niet meegemaakt. Ja, ze hadden... Ja, jullie hadden niet alleen een Leids vlaggetje, maar jullie hebben ook zo'n leuk boomboxje. Die ik ook nu voor mijn verjaardag heb gekregen. En om aan mijn rugzak te hangen. Zo nu en dan, als je er even doorheen zit. Om te zorgen dat je toch een beetje op tempo blijft lopen. En dat je als je er doorheen zit, altijd een motiverend muziekje bij de hand hebt. Ja, nou daar komen we zo nog op terug. Want wandelen is natuurlijk altijd letterlijk stap voor stap. En dat past helemaal in het straatje van Sleutelstad gezond. Want we hebben het altijd over gezonde leefstijl. En dan is het ons motto is altijd van Greet en mij. Van, het hoeft niet allemaal in één keer. Je kunt gewoon stap voor stap beginnen. En met wandelen is nou toch, is dat zeker het geval. Mijn vraag is eigenlijk... Wat vinden jullie nou dat je... Wanneer noem je het een wandeling? Want is dat als je naar het park gaat? Of misschien ook wel zelfs naar de supermarkt? Of wanneer zeg je nou van... Ik ga echt wandelen? Christine, weet jij dat? Jij bent wel filosofisch ingesteld. Voor mij is een wandeling eigenlijk... Als het niet het doel is om naar de supermarkt te gaan. Want dan loop je naar de supermarkt. En dat kan natuurlijk wel 2 kilometer zijn. Maar een wandeling is... Het doel is om te wandelen. En... Ja, eerlijk gezegd hoort daar nu wel meer dan 5 kilometer bij. Dat wel. Ja. Ja. En dat is gewoon omdat je nu al heel veel gewandeld hebt. Dat je zegt van ja, voor mij is dat... Ja, met wandelen raak je natuurlijk ook in een soort flow. En daar heb je ook wel de tijd voor nodig. Dus ik denk dat wandelen en tijd horen ook wel bij elkaar. De combinatie van tot rust komen en je hoofd wat leeg krijgen. Onderweg indrukken opdoen. En dat lukt niet in een paar honderd meter of in een kilometer. Dus de afstand hoort daar wel bij, denk ik. Ja. Maar niet noodzakelijkerwijs dat je begint met 20 kilometer, hoor. Vanaf 5 kilometer denk ik dat het al een wandeling is. En hoe is dat voor jou, Robin? Wanneer noem jij iets een wandeling? Filosofischer dan Christine ga ik het niet maken. wanneer is het voor mij een wandeling? Ik vind eigenlijk het rondje hier in Leiden wat we sinds... pak een beetje 2 jaar hebben, denk ik. De Leidse single loop, die vind ik fantastisch. De single parkroute. Ja, die vind ik echt geweldig. Want je hebt eigenlijk om de zoveel meter heb je wat te zien. En het is precies lang genoeg om je hoofd even lekker leeg te maken. Ja, ik vind het gewoon onwijs mooi rondje. En ja, voor de langere afstanden. Als ik ga trainen voor bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse, dan begin ik meestal rond de 15 kilometer. Dit jaar had ik heel veel zin om te beginnen met trainen. Dus toen ben ik met de single parkroute gelopen, ben ik begonnen. En zo een beetje uitgebreid, ja. Ja, ik sluit me daar wel bij aan. Het Single Park is een fantastisch rondje om te oefenen. En dat hebben we vorig jaar ook gedaan. En dit jaar weer. En met een wat serieuzere training doen we er 2 achter elkaar. En vaak ook heel vroeg in de ochtend. We starten om 7:15. Dus dan heb je om 7:45 je eerste singeltje, zoals we dat noemen, al achter de rug. En kan je gewoon om 8:30 starten met werk. Ja. Prima oefenen rondje. Ja, en het gaat ook echt een beetje om op tempo dan dat te kunnen lopen. Hè? Want ik weet nog heel goed dat we vorig jaar begonnen met trainen voor die Vierdaagse. En dat ik echt eerst was ik heel enthousiast. En toen dacht ik, oh, wat heb ik nou toch ja tegen gezegd. En toen spraken we ook wandelcoach Ron Marcus uit Leiden. En die zei nou, Greet, wat je moet doen. Je moet in ieder geval zeker weten dat je 5 kilometer per uur kunt wandelen op tempo. En het liefst 6. Dus tussen de 5 en 6, dat je dat binnen een uur kan. Dan weet je, als je zo'n hele lange afstand wandelt, als je op tijd in de ochtend natuurlijk begint, dat je ook voor die tijd dat we binnen moeten komen, dat je dat gaat redden. Nou, dus dat geeft heel veel vertrouwen als je weet dat je dat rondje kan maken op tempo. En dat is ook echt iets wat je kunt opbouwen. Dus het is echt niet zo
Ik weet echt nog jaren geleden, toen ik nog niet zo'n fanatiek was, ben wat later nog begonnen dan deze twee dames met wandelen. En dat ik wel heb gemerkt dat mijn hele gevoel van afstand, hè, dat ik vroeger dacht, die hele singel rond, oh, dat zeggen mensen ook heel vaak tegen mij, van ga je dan die hele singel rond en dan iedere ochtend, nou ik doe niet iedere ochtend, maar wel echt een paar keer per week in de ochtend. Ja, en op een gegeven moment, dan gaat gewoon en dan ben je gewoon, voordat je het weet, ben je gewoon weer rond. Ja. Dus dat is echt heel grappig, ook hoe je hele perspectief van afstand, hoe dat ook verandert. Ja. En voor jullie, zijn jullie al, want je zegt, nou ja, ik zat al langs de kant te kijken, maar vond je als kind al wandelen al leuk eigenlijk? Toen je, ik zal maar zeggen, een jaar of 8, 9 was, Robin? Nee. Wij hadden op mijn basisschool de avondvierdaagse. En dat was groep 1 tot en met 4 was dat 5 kilometer. Nou, tot dan vond ik het leuk. Toen moest je in groep 5 10 kilometer gaan lopen. Nou, daar ben ik toen afgehaakt. Dus ik ga niet zeggen, ik vond het altijd te leuk. Mijn zusje was dan een grotere bikkel, om het zo te zeggen. Want die ging op een gegeven moment wel in groep 5 de 10 kilometer lopen. Samen met haar klas. En ik zat toen inmiddels op de middelbare school. Nou ja, wij als gezin, ik ging toen mee. Dus ik ben toen wel meegegaan met de 10. En toen dacht ik, oh, nou, dit is op zich ook nog wel te doen. Maar nee, dat heeft wel even geduurd voor ik het wandelen echt leuk begon te vinden. En wat was je eerste grote wandeling? Zeg maar, was dat de Vierdaagse? De Vierdaagse, nou ja, als je over dat soort afstanden praat, is dat inderdaad wel een grote wandeling. Maar ik weet nog zo goed dat wij dat eerste jaar aan het trainen waren. En toen gingen wij onze eerste 30 kilometer lopen. Nou, dat voelde alsof we de Mount Everest gingen beklimmen. Dat was de Zeemansloop in Den Haag. Echt een fantastisch leuke tocht. En wij liepen daar en we liepen daar. We waren zo trots. Oh, we hebben onze eerste 30 gelopen. Nou, we waren echt kapot. Pot. Je kon ons echt opvegen. En nu is het, oh, we hebben al 30 gelopen. Dat is zo gek. Afgelopen weekend hebben wij 30 getraind. En het ging prima. En toen voelde dat als zo'n heuvel. Dus dat is wel grappig hoe daarin je perspectief verandert. Ja, want voor de mensen die niet zo ingevoerd zijn in het Vierdaagse verhaal. Bij de Nijmeegse Vierdaagse lopen vrouwen in ieder geval tot hun 60ste, 4 dagen achter elkaar, 40 kilometer. Ja. En je staat 's ochtends heel vroeg op. Je vertrekt om 5 uur 's ochtends of om 6 uur 's ochtends. En je moet voor 4 uur 's middags moet je binnen zijn. Als ik het goed zeg. Nee, ik zeg het niet goed. Voor 5 uur. Vertel. 5 uur. 5 uur pas. Ja. Oh, nou, ik heb altijd die perspectief voor dit jaar. Ik moet 4 uur binnen zijn. Nee, dus je moet echt 4 tegen Greet zeggen we 4 uur, want dan haalt ze het tenminste. Ja. 4 uur achter elkaar. 4 uur. Je moet, maar ja, echt 4 dagen, 40 kilometer. Dat is echt veel. Nou, moeten we de... dus eigenlijk is het ook iets wat wel een beetje aanstekelijk werkt volgens mij. Hè? Wat jij nu ook net vertelt... Robin, dat je dan zegt, ja, ik ging dan eigenlijk niet als oudste zus, maar toen ging mijn zusje, ging toch mee. En een keer met je oom mee. Mm-hmm. Dus het helpt als je iemand hebt die je even op sleeptouw neemt, hè? Christine, volgens mij heb jij ook al aardig wat mensen aan de wandelkoorts geholpen, hè? Hoe is het bij jou? Ja, maar zeker bij de Vierdaagse. Ik was zelf eigenlijk niet de initiator. Ik ging... richting Nijmegen, waar mijn dochter nu studeert. En haar vriendin, en zij zijn allebei echt jong, 18 toen. En een vriendinnetje van mijn dochter had hem al een paar keer gelopen. Die stelde de onvergetelijke vraag aan mijn dochter. Ga je met mij meelopen? Nou, mijn dochter is iets minder een vrijwillig wandelaar, op dat moment. En ik zei, ja, dat moet je doen. Dat is hartstikke leuk. Maar toen bedacht ik me, nou, dat kan ik ook. En toen ik dat onder andere Greet en eigenlijk al mijn beste vriendinnen besprak, zei iedereen, dat gaan we doen. Dus in één keer liepen we met z'n vieren. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. En ook heel veel verschillende mensen zijn we. Dus de een is wat introverter dan de ander. En je ziet toch ook bij de Vierdaagse dat, ondanks dat het een best massaal evenement is, 47.000 mensen, zeg ik uit mijn hoofd, kan iedereen toch eigenlijk in zijn eigen tempo wel lopen, zijn eigen rust behouden. En misschien is dat ook wel het aanstekelijke waarom zoveel mensen het willen doen. Want je loopt het met elkaar. Je wordt ook heel erg met elkaar toegejuicht. Maar je loopt ook steeds toch wel je eigen wandeling en je eigen loop. Ik denk dat dat het hele mooie is. Ja, je zei straks al van, ja, ik ben eigenlijk begonnen met wandelen in het buitenland. In Spanje onder andere. Maar wat heeft jou tot het wandelen aangezet? Zeg maar, vond je als kind wandelen al leuk?
Nee, ik deed mee aan het verplichte zondagsrondje. Zoals ik zei, ik woonde in Nijmegen. Dat is natuurlijk prachtig, hè? Prachtige omgeving. Maar ik geloof niet dat ik daar heel veel oog voor had. De pannenkoek aan het eind was wat me over de streep hielp. Maar nee, wandelen was zeker niet mijn ding. Maar als ik het goed herinner, dus het is ook niet een heel bewust moment, is mijn eerste wandeling een wandelvakantie geweest tussen Florence en Siena. Maar dan vooral het doel dat er heel veel lekker weer eten onderweg was. En dat er twee mooie steden tussen zaten. Of als beloning en waar we van vertrokken. Dus, maar ja, als je eenmaal begint, dan kan je niet meer stoppen. En ik ben begonnen om de route naar Santiago de Compostela te lopen. Omdat mijn vader dat had voorgenomen. Om dat te gaan doen na zijn pensioen. Alleen heeft hij zijn pensioen niet gehaald. En toen dacht ik, ja, als je iets heel graag wil, en het leek me een prachtige route, dan moet je dat misschien niet uitstellen. En zo ben ik daar toen mee gestart. Ja. En daar ben ik heel blij om dat ik dat heb gedaan. Ja. Hoe heb je dat dan aangepakt? Want ja, kon je zomaar een paar weken vrij nemen? Hoe organiseer je dat? Ja, nou, net zoals Robin denk ik dat je altijd denkt, dat ga ik doen. En ik had inderdaad een gezin, gelukkig nog steeds, een gezin en werk. Dus ik dacht, ja, hoe ga ik nou godsnaam 3 maanden vrij nemen? En toevallig sprak ik via mijn werk iemand die zei, ik ben net terug van 10 dagen de Camino lopen. Toen dacht ik, dat kan natuurlijk ook. Je kunt het opsplitsen. En toen ben ik begonnen met een collega om gewoon een week te gaan lopen. En als je ieder jaar een week loopt, dan loop je uiteindelijk heel Spanje door. Ik geloof dat we daar nu 2000 kilometer hebben afgelegd in totaal. Wauw. En dan ga je ook steeds een beetje langer. Dus nu gaan wij ook ruim 2 weken. In die zin is het dus wel verslavend. Zeker. Ja. Maar toen je voor het eerst zo'n wandelvakantie gaat doen, als je dan een week... Wat wist je eigenlijk van wandelen, van hoe je moest voorbereiden? Had je daar enig idee van? Of ging je zoiets van, nou, we gaan het gewoon doen en we zien wel? Ik wist daar vrij weinig van. Ja, ik wist dat ik had een rugzak, dus dat was mooi. Ik had absoluut niet gelet op het gewicht. Ik had zeker 3 katoenen broeken bij me. Leuk jurkje voor in de avond. Vestje voor als het koud is. Deo, mascara, alles zat mee. En ik zal het nooit vergeten, we kwamen in Po aan. Want we begonnen vanuit Po en dan namen we de trein naar de Franse grens. En daar stap je uit het station en dan moet je meteen een heuvel op. En ik dacht, oh mijn god, hoe ga ik dit doen? Te zwaar. En toen heb ik al meteen een paar broeken, dat was heel verstandig, achtergelaten in het hotel. Want we zouden daar terugkomen. Less is more. Take less, walk more is het devies. Dus ik wist het ook niet zo goed. Maar ik ben er gelukkig snel genoeg achter gekomen dat het vooral gaat om heel weinig mee te nemen. Slim inpakken. Maar ja, goed, bij de 4-daagse heb je dat natuurlijk wat minder. Omdat je hoeft niet voor meerdere dagen kleding mee te nemen, toch, Greet? Nee, dat hoeft niet. Maar dan gelden nog wel weer andere dingen, hè, in de voorbereidingen. Robin, jij zegt net al trainen. Hè? Dus ook van dus niet out of the blue van niks af aan ineens 4 dagen 40 kilometer gaan lopen. Dat is volgens mij vragen om problemen. Alhoewel sommige mensen zeggen dat ze het ook wel gewoon zo doen, hè, op hun gympies. Wij hebben dan ook wel echt dat we goed kijken van wat voor schoenen heb ik aan. Hè? Dus dat je ook gewoon met het materieel waar je mee gaat, waarmee je denkt, daar ga ik die 4-daagse mee lopen. Daar ga je ook mee oefenen of trainen. Ja, Robin, jij zit in mij zeer bemoedigd aan te knikken. Hoe bereiden jullie je dan nog voor? Want jij loopt meestal met je zus, hè? Ja, klopt. We hebben ook een aantal jaar niet samengelopen. Dat kwam bij onze eerste editie. Heeft Dana bij de tweede dag een scheenbeenvliesontsteking opgelopen. Shinsplits. Hoe dat is gekomen weten we niet zo goed. Maar het advies van het Rode Kruis was wel, stop ermee. Maar ja, ik keek Dana aan en Dana er blik zei, ik ga niet stoppen. Dus ik dacht, oké, ik ga er erover finish slepen. Maar die heeft zoveel pijn gehad. Dus die zei na die eerste editie, ik ga dit nooit meer doen. En ik was inmiddels al helemaal, getroffen door het wandelvirus. Dus ik zei het jaar erop, oké, dan ga ik alleen. En zij heeft mij toen wel elk jaar aangemoedigd. En toen na een aantal jaar zei ze, je komt zo vrolijk binnen elke keer. Misschien is dit toch wel heel leuk. Dat komt nog wel van mij weggelegd. Ja, precies. Dus 2019 is ze toen weer meegelopen. Zonder blessures, betere voorbereiding.
Officieel. We zijn toen naar een winkel gegaan, gespecialiseerd in wandelschoenen. Dus toen heeft ze ook echt wandelschoenen aan laten meten. We hebben die eerste editie hebben we op wandelschoenen van de AWB gelopen. Is op zich prima, we doen het allebei nog. Maar ja, voor sommige mensen is het ook wel fijn om schoenen aan te meten. Weet je, ieder zijn ding. De een loopt op gimpen, de ander loopt op slippers. Sommige mensen lopen op klompen. Er zijn zelfs mensen die op blote voeten lopen. Maar goed, ja. Dit was voor Dana wat hielp en voor mij ook. Om eigenlijk zo relaxed mogelijk de Vierdaagse te lopen. En toen heeft ze zo'n lekkere editie gelopen dat ze eigenlijk sindsdien iedere keer weer meegaat. Dus dat is super fijn. Verder qua voorbereiding. In het begin wist ook echt niet hoe ik moest beginnen en hoe ik het aan moest pakken. Dus je gaat een beetje het internet op. Er is ook een Facebookgroep met Vierdaagse, welk jaartal het ook is. Maar er zitten eigenlijk heel veel mensen in die al de Vierdaagse hebben gelopen. Ja. Of die voor het eerst gaan lopen. Ja. En daarin worden ook heel veel tips en tricks gedeeld. En voor mijzelf. Goede wandelschoenen is dus een ding. Goede wandelsokken. Zelf ben ik een voorstander van merino wollen sokken of wollen sokken. Of in ieder geval daarin een mix. Dat het voor mij helpt met blaren. Maar goed, er zijn ook mensen die lopen weg op andere sokken. Dat is ook prima. je voeten kunnen verzorgen als je blaren hebt. Vind ik wel heel fijn dat ik dat nu weet. Ander soort ondergoed. Jij benoemde net katoenen ondergoed. Ik weet niet of je dat nu nog meer neemt. Nee. Dat is kleding waarin je goed vochten kan reguleren. Ja, en waar zeker. Ook je de temperatuur goed kan reguleren. Ja. Het is fijn, denk ik. Hè? Zeker, want katoen houdt hartstikke veel vocht vast. Wat gaat schuren. Als je gescrubt wil worden tijdens het wandelen, be my guest. Maar sportkleding is wel fijn. Ja. Het hoeft niet duur te zijn. Want je hebt natuurlijk ook een Decathlon. Wat gewoon goed betaalbaar is. Dus dat is altijd een optie. Ja. Oké, ja, de commercials zijn nu afgelopen. En dan gaan we even naar muziek om What a Man Gotta Do. We zitten hier met allemaal vrouwen, maar dan laten we de Jonas Brothers even vertellen. Dan komen we dadelijk terug met nog meer over het wandelvirus. Stay tuned. Ja, we gaan verder met Sleutelstad Gezond op Sleutelstad TV. Het thema vandaag is wandelen. Ik ben Gerry van Bakel. En ik ben Greet Meesters. Ja, en onze gasten zijn Christine Robben en Robin Kolen. Ik vind het wel leuk zo in je namen die een beetje doorlopen in elkaar, zou je kunnen zeggen. Fijn dat jullie er zijn. We hebben het over wandelen. En ja, ik vraag me toch af van, wat is zo leuk aan wandelen? Greet, wat vind jij nou leuk aan wandelen? Wat is nou wat voor jou zegt, ja, wandelen, leuk? Nou, wat ik heel leuk van wandelen vind, is dat je gewoon kan gaan. Ja, je kan je jas aan doen, je stapt de deur uit en je gaat lopen en je gaat wandelen. Dus, en moeilijker wordt het niet. En dat vind ik heel leuk aan eigenlijk. Ja. En dat het ook, ja, je kunt het kost geen geld in principe. Je kan gewoon bedenken van, en als je er zin in hebt, kan je het gewoon gaan doen. Of het 's ochtends vroeg, 's avonds laat, overdag. Je kan gewoon gaan als je wil. Dat singlepark route ligt er gewoon altijd. Ja, en het is ook fijn dat ik weet. Ik heb ook altijd goed gezelschap. Want ik vind het best wel moeilijk om alleen te lopen. Als mijn vaste mandelmaatjes er niet zijn of uitgevallen om wat voor reden dan ook. Nou, dan moet ik mezelf wel echt even flink onder de toespreken om ook echt zelf te gaan. Want dan verzin ik gewoon andere dingen die ik ook kan gaan doen. Dus ik heb wel heel veel baat bij gewoon een afspraak. En dat ik ook weet dat ik altijd onderweg wel iets tegenkom. Er gebeurt onderweg altijd, ook al loop je... ik weet niet hoe vaak ik die singlepark nou al gelopen heb. Ik denk toch wel een keer of... 400 misschien wel, hè? Zeker. En dan zeggen we 's ochtends, dan gaan we weer. En dan gebeurt onderweg altijd iets leuks. Of we hebben een mooi gesprek. En dat vind ik er leuk aan. Ja. En hoe is dat voor jou, Christine? Wat vind jij leuk aan wandelen? Hetzelfde als Greet natuurlijk ook. Daarbij, ook al loop je de single of het singlepark zoveel. Je ziet ook de verandering in de natuur en in het licht. Nu lopen we echt, dan is het om 7 uur alweer helemaal licht. Je ziet de zon opkomen, dat is fantastisch. Maar wat ik ook heel erg leuk vind aan wandelen is dat je bijzondere mensen ook tegenkomt. Zoals we Robin en Dana zijn tegengekomen. Dat gebeurt eigenlijk heel veel met wandelen. En dat heb je op geen enkele andere stedentrip of vakantie. Zoals met wandelen. Omdat het toch wel
mensen die eenmaal gaan wandelen stoppen niet meer. En ieder heeft zijn eigen verhaal. En dat is, je komt heel vaak al snel tot het levensverhaal van een ander. Dat is heel erg bijzonder. Je houdt er zo nu en dan zijn hele mooie vriendschap aan over. Dat is ook bijzonder. En nou, het ruikt natuurlijk heel erg lekker buiten. Dat is ook fijn. Dat vind ik zelf heel fijn. Ik hou ook van foto's maken. Dat lukt ook heel goed op dit tempo. En je komt op plekken waar je vaak anders niet zou komen. Omdat je, wat Geert zegt, je loopt de deur uit. En ik loop, zoals gezegd, veel in Spanje. De Camino naar Santiago de Compostela. Dat betekent ook dat je een stad inloopt en uitloopt. Dan loop je altijd langs de rafelrandjes. Dat is niet per se mooi. Je komt op industriegebieden. Maar je ziet de overgangen van een levendige binnenstad naar de jaren 70 wijken, naar de industrieterreinen, naar in Spanje ook zeker de terreinen waar dan meer de zwervende mens woont met bijbehorende honden. Mijn grote angst. Waar je dan ook weer overheen moet zetten. En dan kom je in een mooie natuur. Dat is gewoon heel bijzonder om te doen. Dus het zijn zoveel aspecten die mooi zijn aan wandelen. En hoe is dat voor jou, Robin? Wat maakt wandelen voor jou leuk of mooi? Ja, ik vind het. Ik voel het voor mij altijd een soort als mini-vakantie. Klinkt wellicht heel gek. Maar ik kijk altijd uit naar het trainingsseizoen. Want dan denk ik, oh, welke tocht ga ik nu plannen? En waar ga ik nu weer lopen? En voelt een soort als mini-avontuurtje elke keer. Afgelopen weekend liepen mijn zusje en ik voor de verandering in de buurt van Woerden. Ja, de omgeving waar we eigenlijk nooit komen. En dat is dan weer allemaal nieuwe plekken, allemaal nieuwe avonturen. En dat is dan weer een hele mooie herinnering die je dan samen hebt gemaakt. Dus het is en een soort mini-vakantie, mini-avontuur en mooie herinneringen maken. Ja. Ja. Nee. En ja, is het dan ook iets? Heb je ook het idee dat het iets doet met je, ja, ik zeg maar, met je gezondheid? Nou ja, zowel fysiek als mentaal. Ik maak echt tijdens het wandelen mijn hoofd leeg. Het gaat niet meer zo gehaast. Het is niet van, ik moet snel op mijn werk komen of ik moet even snel boodschappen doen. En dan als je thuis zit, dan heb je, althans als ik voor mezelf spreek, denk ik aan 100.000 dingen. Denk ik, ik wil nog de was doen, nog stofzuigen. Nee, bij wandelen heb je één doel. En je gaat gewoon wandelen. En welke afspraak voor afstand je dan ook hebt gemaakt. Je bent alleen met dat wandelen bezig. En dan gaat je hoofd vanzelf helemaal leeg. En daarbij is het ook wel mooi bijkomend voordeel dat je dan ook nog eens een keer fysiek traint. Ja, want wat gebeurt er met je fysiek als je wandelt? Nou, je wordt fitter, sterker. Ja, het gevoel van afstand wordt anders. 20 kilometer is een oefenrondje geworden. Dus dat is natuurlijk, en dat kan je alleen maar doen omdat je conditie beter doet en omdat je sterk bent. Ik denk dat ervaring ook wel helpt. Je weet gewoon dat 20 kilometer makkelijk te doen is. En je weet ook na een tijdje dat als je eens een keer blaar oploopt, dat die ook wel weer weggaat. En dat je met pijn ook prima kan doorlopen. Is niet altijd even leuk, maar dat kan prima. En wat Robin zegt, je hebt wel weer een hele mooie herinnering. En zoals wij 's ochtends vroeg wandelen, het is een hele fantastische start van de dag. Je weet dat je alweer 5 kilometer erop hebt zitten, je hoofd is leeg en je kan eigenlijk beter werken. Dus ja. En daarnaast ook nog een training voor je mindset. Daar hadden we toevallig net tijdens de break met de muziek over. Dat je niet alleen de afstand wordt langer, maar ook als je bijvoorbeeld pijn hebt. Je gaat daar doorheen omdat je je zinnen erop hebt gezet van ik ga die afstand lopen. En dan denk je, ik kan eigenlijk veel meer aan dan ik van tevoren had gedacht. En zo verleg je voor jezelf continu die grenzen. Waarbij ik in het begin, toen ik voor het eerst ging trainen voor de Vierdaagse, dacht, dit gaat me never nooit lukken. En nu denk ik, lekker, staat 30 kilometer op het programma. Nee, dat had ik een paar jaar geleden echt niet gedacht. Dus het is op verschillende vlakken echt een goede training. Ja, dus dat is ook hoopvol, denk ik. Voor mensen die misschien nog niet zo gewend zijn aan deze lange afstanden. En die wel ook fitter willen worden. En die misschien overwegen, net als wij, om ook meer te gaan wandelen. Hoe zouden jullie... Wat zouden jullie mensen aanraden die ermee willen beginnen, Robin? Het is al een aantal keer genoemd. Single Park rondje is heel mooi. Je kan aansluitend kun je Kronenstein ook nog erbij pakken. Vanuit Kronenstein kun je toevallig, over avonturen gesproken, kun je onder de snelweg doorlopen. Ik weet niet of jullie dit wisten. Maar dan kom je in Zoeterwoude uit. Dus zo kun je eigenlijk routes steeds langer maken.
Dus eigenlijk zeg je, begin met een overzichtelijk rondje. Ja. Of een overzichtelijke wandeling. Waar een heel duidelijke begin en eind aan zit. En waarvan de kans dat je het gaat halen ook zo groot mogelijk is eigenlijk. Ja, klopt. En wat je net zelf aangaf, Greet, is dat je het fijn vindt om met anderen te lopen. Nu heeft mijn zusje toevallig een baan waarbij ze vaak in het weekend moet lopen. Ik vind het ook niet leuk om in mijn eentje te lopen. Nu heb ik toevallig jullie vorig jaar leren kennen. Maar stel dat je met diezelfde uitdaging zit. Kun je kijken of er ook tochten georganiseerd worden. Ik zal geen reclame meer instarten. Maar er is een hele wereld eigenlijk van. Die heb ik eigenlijk vorig jaar toen ik met de halve marathon van Leiden. Hè, want dat vind ik ook mooi. Dat je niet alleen de renevenementen nu hebt. Maar dat er bijvoorbeeld bij de Leidse Marathon ook een wandelevenement is gekomen. Er komen ook steeds meer evenementen. Hè. We hebben de bruggenloop in Leiden. Ja. Dus daar kun je ook georganiseerd wandelen. Hè. Dus als je er tegenop ziet om in je eentje te gaan, kun je je ook daarvoor opgeven. Ook met verschillende afstanden hoef je echt niet meteen met 20 of 30 te beginnen. Kun je ook gewoon met 5 beginnen. En ik ontdekte vorig jaar toen ik ging mijn eerste 21 ging lopen, wat ik toen heel ver vond, kwam ik allerlei mensen tegen. Die hadden rugzakjes bij zich met allemaal van die emblemen erop. En er stond er echt op Kennedy Mars, Dode Mars. Dat was geloof ik een wandeling van 80 kilometer van een dag door de nacht heen. Dus ik dacht dat ik als tour bezig was. Maar ik ontdekte dat er gewoon een hele wereld, eigenlijk een hele wandelwereld is. Dat er heel veel ook mensen georganiseerd in clubs wandelen. En dat in de voorbereiding van dit programma ontdekten we ook dat jij, Robin, ook al een keer die Kennedy Mars hebt gelopen. Dat is ook 80 kilometer, geloof ik. Waarom dacht je dat dat een goed idee was? Ik weet niet of ik van tevoren dacht of dat een goed idee was. Nee, ik vind het tof om mezelf uit te dagen. Dat maakt dat ik ga trainen. Ik ben stiekem best wel een beetje lui. Maar zo'n uitdaging van een Kennedy Mars, denk ik, oh, dat is tof als je dat ooit gelopen hebt. En ik had de Vierdaagse, had ik toen al 2-3 keer gelopen, geloof ik. Dacht ik, nou, als ik deze nou in september eraan plak, dan heb ik weer een mooi nieuw doel. Heb je een nieuw doel, ja. Precies. Dus zodoende heb ik hem toen gelopen. Maar ja, stel dat je zegt van, nou, dat is niet wat mij triggert om meer te gaan bewegen. En juist zo'n wandelclub. Ja, er is voor ieder wat wils om voor jezelf een weg te vinden om meer te gaan bewegen. Ja, er zijn in de stad echt veel, ook bij organisaties als Inclusio, hebben buurtsportcoaches. In iedere wijk kun je echt bijna wel een wandelgroepje vinden. Dus dat is goed om daarna op zoek te gaan. En een doel stellen is denk ik wel, dat hebben we al in meer onderwerpen natuurlijk gemerkt. Hè, dat als je een doel stelt, dat het helpt ook om je te motiveren om daar naartoe te werken. En die grens die verleg je dus steeds ook een beetje. Ja, en ik denk ook wandelen kan je echt tot een hele hoge leeftijd doen. Want wij hebben in de Vierdaagse 80-plussers. Die echt fluitend gezien. Die fluitend die Vierdaagse lopen. Dus het is ook niet zo dat het maar tot een bepaalde leeftijd kan. Je kan later beginnen. En het gewoon tot hele hoge leeftijd doen. Dus dat is ook denk ik het laagdrempelige ervan. Zeker. Zeker. Dat is heel bemoedigend, vind ik. Ja. Dus een meneer in mijn orkest. En die sprak ik vorige week en die is 93. Oh, wow. En die heeft 24 keer, net geen 25 keer, daar baalt hij enorm van. En die lachte mij toe en die zei, ja, dat is de reden, Greet, waarom ik nu nog zo goed loop. Omdat ik al die jaren heb getraind. En het ernaartoe werken, dat vind ik wel mooi. Ook het hele aspect dat je met vrienden of met je zus, hè, of met mensen die je dierbaar zijn, je gaat voorbereiden. Dat een soort zwaankleef aan effect heeft. Dat het ook leuk is om er ook over te praten. Nou, voor de mensen die ik merk soms ook dat reacties oproept van, ja hoor. Kunnen we het nou over wat anders hebben? Ja, maar als je met gelijkgestemd bent. Of als je, het is heel grappig om te ontdekken eigenlijk hoe je dat ook soort die energie, die vitaliteit die ik ook zie bij deze meneer. En hoe trots hij er ook op is dat hij het gedaan heeft. Dat is echt en over die herinneringen maken en hoe fijn het is om dat te doen. Maar ook dat hij met zijn vrienden op zaterdagen dan al, dat ze bij elkaar kwamen, dat ze gezellig gingen kletsen onderweg, dat ze samen wat gingen drinken na afloop. Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Ja,
zeker. Ik ben wel nieuwsgierig, want ik moet zeggen, ik wandel best veel met mijn man. We hebben het Pieterpad samen gewandeld. Wij zijn onderweg geen praters. Bedoel, wij zeggen eigenlijk niks tegen elkaar. Wij lopen gewoon en dan af en toe zeggen we van ja, zie je dat? Ja, is mooi. Maar soms hebben we ook wel momenten dat we echt wel, maar we hebben ook echt wel, we kunnen echt ook wel urenlang gewoon niks zeggen tegen elkaar. Hoe doe jij dat, Robin? Ben jij de hele dag aan het kletsen dan met je zus? Ja, ik zal maar niet meer zeggen dat ik geen prater ben, want dat komt niet zo geloofwaardig over. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, ik moet altijd wel lachen. Dana is een iets mindere prater als dat ik ben. Maar die zegt, wat ik bijvoorbeeld een paar weken terug, toen belde ik haar van tevoren en zei ze, ja, maar waarom wil je het niet vertellen? Ik zeg, Nick, wacht wel tot we gaan wandelen dit weekend. Ik zeg, ze zegt, het maakt toch niet uit of je wacht dit weekend, want je lult toch wel. Je wou het nog even als verrassing houden. Ja, precies. Ik doe af en toe mijn best. Maar nee, ik praat graag over van alles en nog wat. Het gaat ook alle kanten op. Maar dat zal wel een stukje ADHD wellicht te maken hebben. Nou, maar als we het zwaar hebben, dan zetten we een muziekje op. Maar we hebben toevallig afgelopen weekend hebben we gekke dansjes lopen doen onder het wandelen door. We verzinnen elke keer weer wat. Maar nee, het is niet vaak stil bij ons op tochten. Ik weet niet hoe dat bij Christine gereed is. Maar nou, wat denk je? Nee, wij hebben wel eens de vraag gekregen. Wandelen jullie wel eens in stilte? Nou, deze week hoorden wij nog. Zijn jullie nog niet uitgepraat? Want we wandelen heel veel samen. En we zijn gewoon nooit uitgepraat over het goede nieuws. Ja. Ja. Dus daar maken we ons geen zorgen over. Maar het is ook fijn om stil te wandelen. Maar ja, wij zijn geen stille wandelaars. Nee. Nee. Al het wild hoort jullie wel aankomen. Wat zeg je? Al het wild hoort jullie wel aankomen. Oh, ja, zeker. Zeker, ja. Dan zien jullie toch wel beestjes onderweg, Christine. Ja, ja, we hebben in marmotten hebben we gezien afgelopen jaar in de bergen. Zijn we even heel stil geweest. We staan heel mooi op de foto. Maar de tijden waarop wij wandelen in het algemeen is natuurlijk wel, zijn wel de tijden dat het wild alweer weg is. Tenminste in het buitenland. In Leiden zien we wel mooie vogels 's ochtends vroeg. Maar verder is er weinig wild in Leiden. Ja. Wilde huiskat. Nee. Nou, we hebben eerst een keer een kat gered. Of laten redden. Ja, oh, inderdaad. Ja, dat was ook nog een avontuur. Ja, dus je maakt ook gewoon echt dingen mee. Ook wel eens een aanrijding bijvoorbeeld meegemaakt. Van een meisje die aangereden werd waar we even hulp geboden hebben. En we hebben natuurlijk ook leuke stops onderweg. Hè? Dus een lekker koffietje even ergens drinken. Cappuccinootje bij de bakker. Dat is eigenlijk een gewoonte. Ik wandel ook met mijn buurvrouw. En daar hebben we soms even een stop nodig. Nou, en dan nemen we een bakje koffie en iets lekkers erbij. Dus het is niet alleen maar die hard voor de hele verre afstanden. Maar ook gewoon dat het onderweg gewoon gezellig is. Ja, het is wel belangrijk. Ja. Ja, we willen nog eventjes teruggaan naar misschien wel de do's en don'ts. Maar misschien om toch nog heel even in de stemming te komen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Ja. Kunnen jullie meedansen? Oh, nee. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd. Dit is echt een lekker ritme om op te lopen, hè? Het is gewoon een goede beat erin. Wat er bij mij gebeurde tijdens de Vierdaagse is dat mijn handen automatisch zo omhoog gingen. Ja, dat is wat heel fijn is, want je krijgt enorm dikke handen van al het lopen. Ja, ik heb dat nooit zo door, totdat je dan je handen totdat hoogt, je denk bij dicht gaat doen. Er zat geen gevoel meer in. Nee. Ja. Ja, en Marco Schuitenmaker was natuurlijk vorig jaar echt op de tweede dag. Ja, je hoort het echt heel vaak, bepaalde nummers. En ja, voor ons was het natuurlijk vorig jaar de eerste keer dat we die Vierdaagse liepen. Dus toen ik de eerste dag de Nijmeegse brug, het eerste dorpje ging, hoorde ik het nummer. Nou, ik vond het heel ontroerend eigenlijk in a way. Want je gaat er dan je luistert ook echt anders naar de teksten van die liedjes. En toen na de tweede dag, want de eerste dag waren we redelijk euforisch snel over de streep. En de tweede dag, daar heb je er dus bijna 80 op zitten in 2 dagen. Toen was ik wel een beetje moe. En toen kwam ik op het laatste stukje omhoog en toen was er een podium. En daar verscheen hij gewoon, Marco Schuitenmaker. Die ging mij gewoon live toezingen. Nou ja, dat was natuurlijk heel erg leuk. En lekker meezingen. Nou ja, dat is natuurlijk heel erg heerlijk. Omdat je dan gewoon goed de moed erin houdt al die kilometers lang. Wat is jullie geheime wapen, zeg maar, tegen de vermoeidheid? Tegen het idee van, ik moet nog
En niet alleen met zo'n vierdaagse, maar als je gewoon een wandeling hebt bedacht of je loopt in Spanje en je denkt, ja, ik moet het toch volhouden. Christine, heb je dan iets waarvan je zegt... Ja, wij hebben toch altijd wel aan het begin van de route dat we een snoepwinkeltje ingaan en een zakje snoep voor de moeilijke momentjes kopen en samenstellen. Dus daar staan wij denk ik daar in Spanje wel onbekend. Het zakje snoep. Ja, het helpt toch echt. En jij, Robin? Heb jij iets, een geheim wapen? Ja, mijn zusje en ik... mag geen reclame meer maken, maar een bepaald soort koekjes. Toevallig trokken we van de keer allebei zo'n rol uit. Dat was, hey, we hebben hem niet opgegeten deze keer. Dus dat was niet nodig. En daarnaast heb ik een Spotify-lijst gemaakt. Met nummers die je op de Vierdaagse hoort. Maar ook nummers die echt heel erg lekker lopen. Want ik test ze ook uit. Dus dan zijn we aan het trainen. Zeg ik, oh wacht even, ik moet even een paar nummers weer uittesten. En dan, deze loopt toch niet lekker. Nou, hup, uit de lijst. Oh ja, deze loopt echt heel lekker. Nou, dan blijft die in de lijst. Dus zo heb je eigenlijk een lijst die gewoon heerlijk op tempo loopt. Waarvan je zegt, nou, als we er echt doorheen zetten, dan knal ik die lijst aan en dan kunnen we weer. Ja. En is het dan ook meezingen verplicht? Niet bij alle nummers, want sommige nummers kun je niet echt meezingen. Maar de meeste nummers... wel. En ik heb altijd een grapje in die lijst zitten. Dat is een kerstnummer. Want ik hou heel erg van kerst. En dat is Broodje voor Kootje. Want ik moet wel een beetje de mensen in Nijmegen een beetje inburgeren met Leiden. Dus die staat vaak aan. Ja. Dat is grappig. Ja, muziek heeft natuurlijk die werking. Hè? Dat motortje en dat vlammetje weer even bij je kunnen aanzetten. Ja. Maar wat luister jij dan graag, Greet, als de grote muziekvrouw? Nou, als de grote muziekvrouw. Nou ja, ik hou gewoon heel erg natuurlijk gewoon van... ook nummers met een lekkere beat erin. En die je ook goed mee kunt zingen. Dat ze ook vinden. Ik hou natuurlijk heel erg van zingen. Dus ik vind het leuk ook om als ik dan mee kan zingen... of dat ik in mijn hoofd mee kan zingen. Dus dat vind ik het allerfijnste. Ja, ik ben een allesvreter hoor. Dus ik kan van alles hebben. Ik hou niet zo heel erg, want er natuurlijk ook onderweg zijn natuurlijk ook veel militairen die meelopen. En die hebben dan soms zo'n call response ding. Hè? Dus dan zingen ze van hey, yo, rut-tum, yo, rut-tum. En dan gaan die dan reageren die mannen daarop. Hey, rut-tum. Nou, dat is ook heel tof. Dus het is ook heel leuk als er onderweg gewoon dingen gebeuren. Er zitten soms ook fanfares, harmonie. Een band langs de kant. Dus dat heeft dan... je kan natuurlijk je eigen Spotify-lijst. Maar het feit dat je ook ziet dat de mensen langs de kant staan. En die ja, ook soms de gekste outfits hebben. Maar ook heel lief zijn voor je. Hè, die komkommetjes uitdelen. Of je een hand willen geven. Nou, je voelt je echt een beetje... Ja, alsof je gewoon... Je voelt je enorm gezien. Dat word je natuurlijk ook door heel veel mensen. Maar dat doet ook wel iets met je gevoel van zelfvertrouwen. Want dan denk je, oh, ik ga toch nog even iets rechter op. Ik ga toch nog even doorlopen. Ja. En als je nou zeg maar iets zou moeten aanraden, Christine, waarvan je zegt van, dat is echt zo'n ongelooflijke mooie wandeling om te maken. Heb je een tip voor ons en de luisteraars? Een mooie wandeling. Nou, eigenlijk is Nederland heel prachtig. Ik kan de Camino naar Santiago de Compostela van harte aanraden. Misschien niet tussen mei en augustus in verband met enorme drukte en warmte. Maar die kan ik toch wel iedereen aanraden. Vooral ook omdat het is een hele historische... Het is niet echt een wandeling, hè? Het is een pelgrimsroute. Dus mensen lopen dit al sinds de vroege middeleeuwen. En dat voel je ook. Het is echt... je voelt je Europeaan. Je voelt je onderdeel van een hele lange geschiedenis. En waar je verblijft of een kerk die je ziet... dus dat kan ik vanuit dat perspectief heel erg aanraden. Maar Nederland is eigenlijk overal wel prachtig. En jij, Robin, heb jij een geheime route van je zegt van... Oh, dat is echt leuk, dat moet iedereen een keer lopen. Dat is de N70-route in Bergendal. Die vind ik echt onwijs mooi. Hij is 16 kilometer met veel bergen en dalen, dus dat is pittig. Als je echt voor lange afstanden wil gaan... dat is een goeie. Ik heb zelf een leuke route uitgezet hier in rondom Leiden met de Horsten. Maar ja, wat Christine net ook al zei, de seizoenen hebben ook elke keer weer wat. In de winter heb je vaak strak blauwe lucht en dat die zon zo laag staat. Is prachtig. Dus ja, ga in je eigen omgeving kijken. En dat kan ook al super mooi zijn. En jij, Greet, heb jij een favoriete wandeling hier in de buurt? Of ergens in Nederland waar je zegt, oh, daar moeten mensen heen?
Nou, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Heb ik niet goed over nagedacht. Ik heb wel een bijzondere ervaring. Ik heb voor het eerst eigenlijk met de rugzak heel ver gaan we lopen in het noorden van Zweden. Bij de Kungsleden was dat. Het is een prachtige tocht in een soort onherbergzaam gebied. Waar de route heel goed aangelegd is. Waar Christine destijds zei walk in the park. En ik dacht, oh, we gaan echt heel ver weg en we hebben geen 4G. En hoe moet dat dan als ik een... Hè, dus je bent in de, als je dat soort avontuurlijke dingen gaat doen, wat ik toen super avontuurlijk vond, ga je van tevoren soms wel een beetje zorgen maken. Wat als er dit... En ik heb eigenlijk gemerkt, als je het gewoon gaat doen, en het maakt eigenlijk niet uit of je in Noordoost-Groningen een wandeling gaat maken, of in Zweden, of in Spanje, of in waar ook dan ook. Je kunt overal... Het is heel fijn dat je gewoon helemaal in het moment komt. En dat je gewoon helemaal het gevoel hebt, ik ben hier. En dan denk je helemaal niet meer na over of je bereik hebt of niet. En wat ze thuis doen. Ja, daar denk je nog wel een beetje over na. Maar je maakt je daar eigenlijk geen zorgen meer over. En dat is heerlijk. Omdat je bent zo... Je ziet zoveel mooie dingen dan ook. En daar ben je ook ontvankelijker voor. Dus dat is denk ik ook al... Dat is ook al als je op die single loopt. Je ziet gewoon mooi. Je kijkt gewoon anders om je heen. Je ruikt beter. Je kijkt beter. Je voelt beter. Je denkt dit zijn kijkjes. Ik moet wel echt opletten. Hè? Want anders ga je gewoon op je snuffert bijvoorbeeld. Dus het is niet zo dat je de hele tijd maar heel dromerig door moet lopen. Want je moet echt wel ook opletten. Hè? Dat je niet valt bijvoorbeeld. Want ja, dan heb je wel kans dat je een blessure oploopt. Ja. Dus je moet wel... Het is een mooie combi van alert zijn. En helemaal in het moment eigenlijk. Oké, een laatste uitsmijter. Elevator pitch voor het wandelen, Robin. Wat 20 seconden. Pitch? 20 seconden. Waarom is wandelen zo leuk? Omdat het zo leuk... Nee. waarom is wandelen zo leuk? Ja, je kan je eigen uitdaging daarin leggen. En je kan de lat zo hoog leggen voor jezelf als je wil. Neem een... Marathon rennen, die begint vaak bij een bepaalde afstand. En wandelen kun je echt helemaal zelf bepalen. En het is eigenlijk het hele jaar door super mooi. En jij, Christine? Ja, het vormt je helemaal. Ik denk dat dat het is. Dus begin ermee en hou er niet meer mee op. Oké. Ja, we zijn aan het eind, Greet. Het is alweer zo laat. Ja. Hartelijk dank aan onze gasten, Christine, Robin en Robin. Christine, Robin en Robin Kolen. Ja, ik vind het toch wel. Ik blijf er op een gegeven moment. Ga je erover struikelen. Over een maand, 10 april, dan zijn we er weer met Sleutelstad Gezond. En een thema moeten we nog even over gaan nadenken. Gaan we een wandelingetje maken, Greet? Dan gaan we er even over nadenken. Okay. Gaan we doen. Dank jullie wel. Bedankt voor het kijken. Dank. We gaan eruit met Ariana Grande. En ik zou zeggen, geniet ervan.